doorbreken in Parijs, de modestad van de wereld, is de droom van ieder model. Niet voor niks hebben de topmodellen van de wereld de haute couture shows gelopen van de Fashion Week in Parijs. Het is de meest moeilijke stad om als model aan het werk te komen. In Parijs zijn de superslanke maten een absolute must en de concurrentie is groot. Je loopt vaak tientallen castings af en krijgt afwijzing na afwijzing. Now, it's gonna be a no. Maar als het je lukt, voelt het als een grote overwinning. Deze zes modellen gaan de uitdaging aan. Ze zijn geselecteerd door hun agencies met als doel rond de Fashion Week zoveel mogelijk klussen binnen te slepen in Parijs. In dit modellenhuis in Parijs gaan zes professionele modellen wonen. In deze exclusieve online afleveringen volgen we de modellen al in hun aanloop hier naartoe en zijn we er 24/7 bij. Models in Paris, het echte leven. Ik ben 18 jaar. Ik ben YouTuber. Ik vlog al. Ik heb 180.000 abonnees. Dat is best veel. Ik woon op dit moment in Groningen bij mijn moeder. Mijn geheimtrip. Ik had vroeger dus een spleetje tussen mijn tanden. Daar heb ik ook een beugel. Ik vlog niet voor Models in Paris omdat ik heel graag model wil worden. Dat is gewoon mijn droom. Ik wil gewoon heel graag model zijn. En ik heb er echt alles voor over om model te worden. Je kan geen model worden als je ongezond eet. Dus ik dacht, ik ga even een lekker ontbijtje maken voor mezelf. Nu. En ik ga gewoon aan jullie laten zien wat ik maak. Ik eet bijvoorbeeld bijna geen brood meer. Maar ik eet bijvoorbeeld wel crackers of zo. Dat vind ik wel lekker. Of volkoren ontbijt met melk. En dan een heel klein beetje van dit eerst eten maken. Hallo, live from Paris. Zoals je ziet, de Eiffeltoren op mijn hand. Ik ben Modine, 24 jaar. Ik woon al bijna 2 jaar in Parijs deze zomer. Ik ben naar Parijs verhuisd, hals over kop. Omdat ik helemaal klaar met Nederland was. Mijn studie was bijna klaar en ik dacht, ik was hier al een aantal keer geweest voor modellenwerk. En dus ik had hier al een aantal vrienden opgebouwd. En ja, het hele leven hier, dat sprak me wel heel erg aan. Meer dan Nederland, dus ik voel me hier heel erg thuis. Ik zit bij Girl Management in Parijs. Dat is een nieuw agency bij Olivier. Olivier is, was eerst agent van Woman. Ik zou wel echt een keer moeten gaan sporten, denk ik. Ik ben nu 24, dat blijft natuurlijk niet altijd zo. Ja, ik ben gewoon heel lui. Ik rook liever een jointje. Gaat je metabolisme ook heel snel. Ik ga jullie de aankomende weken meenemen door Parijs. Ik laat jullie alles zien, mijn leven. Waar ik naartoe ga, de clubs, restaurantjes, mijn vrienden. Ik vind het wel heel spannend, want ik vlog nooit. Dus ik hoop gewoon dat jullie het leuk vinden. En ik zal mijn best doen om alles zoveel mogelijk te laten zien. Ik ben Silke Rijnka, ben 20 jaar oud. Ik werk al 2 jaar als model, internationaal. Ik ben model van Future Face in Nederland. En hun hebben mij geplaatst wereldwijd en ik heb onder andere al gewerkt in New York, Milaan, Parijs en in Londen. Jullie gaan mij volgen tot aan de haute couture. En ja, ik ga elke dag vloggen en ik ben echt heel erg benieuwd wat het allemaal weer gaat brengen. Ik ben Kelly, ik ben 25 jaar, ik woon in Opdam. Zoals je ziet is het alleen maar weiland. Ik ga nu even langs bij mijn nicht. Tada! There she is! Mijn steun en toeverlaat. Kan jij de kijkers iets over mij vertellen? Wat of niemand weet of hoe ik ben in het dagelijks leven? Ik weet alles wat mensen niet weten. Wat hebben we over dirt? Over Kelly. Dat ze heel veel kan eten. Dit vind ik toch wel een beetje scary. Okay. Heel veel. Nee, ze is heel lief. Soms een beetje een kattenkop. Soms begrijp je helemaal geen reet van haar als je haar niet goed kent. We hebben af en toe een beetje een rare kronkel, maar daarom hebben we op haar. Ja, dat ze, soms kan ze ook een beetje onzeker zijn, omdat ze zo gorgeous is. Kan ze ook onzeker zijn, net als iedereen. Maar ik denk dat elke vrouw dat wel heeft. Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft. Ja. Echt iedereen. Om zelf iets te zeggen, ik ben best wel een gevoelige persoon. Niet als gevoelig van
te snel gaat huilen of zo, maar gevoelig voor mensen om haar heen, sferen om haar heen. Als iemand, een persoon, niet een goed persoon is voor haar, dan voelt ze dat heel sterk. Ja, dat. Ja. Dat. Okay. Ik ben Lucinda, ik ben 22 jaar oud. Ik kom uit Montfort en ik werk nu 1,5 jaar fulltime als model. En in mijn vrije tijd vind ik het leuk om foto's te maken. Ik zou het heel gaaf vinden om bijvoorbeeld nog een grote show in Parijs te lopen, bijvoorbeeld Chanel. Ik heb al een keer een grote show in New York mogen lopen, dat was Alexander Wang. Maar Janelle, dat is echt nog een droom voor mij. Verder heb ik nog een hele lieve vriend die ik heel vaak moet missen als ik in het buitenland ben. Ja, dat is moeilijk soms, maar ik denk dat iedereen op een bepaalde manier in zijn carrière moet investeren. Hi, ik ben Michelle Swaal, ik ben 22 jaar. Ik doe nu al bijna 5 jaar fulltime modellenwerk. Mijn basis is Amsterdam. Dus ik woon in Amsterdam. Ik woon in Amsterdam-West. Heel erg leuk met 2 huisgenoten. Ik heb verschillende agencies in verschillende steden zitten. Ik heb nog niet zo heel veel gevlogd. Dus dat wordt heel even wennen voor mij. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Het is niet altijd glamour en glitter. Er is ook veel eenzaamheid. Maar ook weer veel hele leuke dingen. Het is niet allemaal haat en nijd. Wat je op tv altijd ziet. En daarom heb ik me ook aangemeld voor dit programma. Ja, ik zou jullie graag mee willen nemen. Ik begin een nieuwe avontuur in Parijs. Ik ga jullie overal mee naartoe nemen de komende paar weken. Ik heb leuke shoots in de planning staan. Dus ik neem jullie mee. Ik ga vliegen. Ik ga reizen. Ik hoop dat jullie dat allemaal heel erg leuk vinden om te zien. De volgende keer in de Models in Paris Weekly. Wordt de droom van Lucinda werkelijkheid? Ik heb net te horen gekregen dat ik binnenkort naar Australië mag, naar Sydney. Heeft Kelly een pikante shoot? Het dingetje was dus dat ik wel een soort van topless moest. En boekt Silke de ene klus na de andere. Ik heb ook een job geboekt naar Alicante. En daarna ga ik nog naar de Canarische eilanden. Dit was de Models in Paris Velvet Exclusive. Kijk vanaf maandag 9:30 ook de tv-uitzending op RTL 5.